Hoi, ik ben Casper van Picqer en in deze video laat ik zien wat er allemaal nieuw is bij de piklijsten. Zoals je misschien al weet lanceren we op 1 maart 2015 een nieuwe versie van Picqer. Naast dat de interface anders is, hebben we ook de piklijsten helemaal opnieuw ontworpen. In het overzicht zie je de piklijst die je nog moet verwerken met de oudste bovenaan. En nu de piklijst zelf. Zoals je ziet lijkt niets meer op de vorige versie. Het eerste dat opvalt is de voortgangsactiebalk bovenin. Dit zijn de stappen die je neemt om de piklijst af te ronden. Daarbij is de volgorde iets anders dan voorheen. Vanaf de nieuwe versie maak je eerst zendingen en facturen aan voordat je de piklijst afsluit. Als je de stappen in de actiebalk volgt, hou je die volgorde automatisch aan. We voeren de eerste stap uit. We pikken de producten. Dit kan door op de plus te klikken om één stuk te pikken of op het vinkje om het volledige aantal te pikken. Nieuw is dat we met de min ook weer minder kunnen pikken mochten we een fout gemaakt hebben. Als je een barcodescanner gebruikt, kan je direct de producten scannen als je op deze pagina bent. Je hoeft dus niet meer eerst een tekstveld te selecteren. Zodra we alle producten hebben, maken we een zending aan. Daarna volgt de factuur. Hebben we beide aangemaakt, dan sluiten we handmatig de piklijst. Deze wordt niet meer automatisch gesloten zodra alle producten gepikt zijn. Zodra we deze piklijst gereed hebben, kunnen we direct doorklikken naar de volgende piklijst om te gaan verwerken. Op de uitgeprinte piklijsten vind je nu rechtsbovenin een barcode. Als je deze scant met je scanner terwijl je Picqer open hebt in je browser, gaat Picqer automatisch naar die piklijst. Zo hoef je niet meer handmatig te zoeken. Heb je vragen over de nieuwe versie? Mail ons dan op info@picqer.com.